Dames en heren, Pim is bij me. Deze dames stonden gisteren al door de draad. Dat is Kees. Ja, lopen we gewoon door. Dan komt de rest ook al. Het ziet er prachtig uit. Lopen we weg van Kees? Lopen we weg van Kees? Ja, rustig. Dus. Pas op je voet, pas op je voet. Ja, is dat even vast. Deze is altijd een beetje lang, laat. Je ziet ook dat ze jong is. Ze is echt een jonge pink. Loopt hij achter ze aan? Ja, als je met die draad zo naar een kont toe loopt, dan... Ze begrijpt het niet vandaag. Dat is leuk, zie je dat? Ze blijven staan. Wat zijn er te veel, Pim? Moet je nou toch kijken? Even je voeten, ja. Oh ja, sorry. Dames, het vak in. Kees, geef jij nou even... het goede voorbeeld. Goed zo. Ze vinden jou leuk, Pim. Ze willen naar je toe. Hoppatee. Go, go, go. Go, go, go. Goed zo. Ja, het was gevreemd gisteren. Ja, niet aan, ja, haken maar niet aanraken. Ja, prima. Gaan we zo meteen even wat strakker zetten. Gisteren stonden er al 5 door de draad. En ik denk dat dat nu een beetje gek is. Dat ze nu denken, hé? Hoe zit het met die draad? Hoe zit het met die draad? Hij is een beetje slapjes, of niet? Ja, want normaal rennen ze erin. Ja, maar de draad ook een beetje slapjes. Ja, dan gaan we die draad even spannen, ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Het was een innoverende bezigheid.